30 Minutes, nummer 1591, met een uitzending voor vandaag 5 april 2019. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag begin ik met een nieuwe serie over antennes. Ik wilde eigenlijk vanaf vandaag of vanaf maandag een vervolg maken op de serie spionageverhalen. Gisteravond twijfelde ik over dat plan en ik had vanochtend ineens veel meer zin om iets met antennes te gaan doen. Misschien dat ik, als ik voor de antennes even geen inspiratie heb, dat ik dan alsnog tussendoor een nieuwe aflevering over spionage ga maken. En ik ben sowieso van plan om die serie voor te zetten. Vandaag is er ook een nieuwe aflevering uit de serie. Of ja, nieuw. Een nieuwe, recent nog niet uitgezonden aflevering. Uit de serie over repeatertechniek. Om heel precies te zijn. Tenminste, ik denk dat ik daar nog niet de laatste van heb gedaan. Voor mij was die serie iets van 24 of 25 afleveringen. We zitten nu bij 17, denk ik. Omdat ik letterlijk vanaf 6:02 moest beginnen met de antenneserie. Ik had er nog helemaal niets aan gedaan. Heb ik vandaag geen data in de uitzending. Deel 1 dus, van een nieuwe serie over antennes. Ik zeg nieuwe serie, want ik heb op zijn minst al 2 keer eerder een serie over antennes gedaan. De eerste keer was toen ik nog alleen de wekelijkse uitzendingen op PI3 UTR deed. En bij de Daily Minutes heb ik ook al een serie gedaan en dat was volgens mij ook nog niet zo heel lang geleden. Er zal zeker wat overlap zijn met die eerdere series, met name in het begin. Ik heb zo mijn gedachten en filosofie over antennes en die zijn in de tussentijd natuurlijk niet zo drastisch veranderd. Ik wil in deze serie in het begin vrij kort wat over de basics van antennes vertellen. Daarna wil ik in elk geval aandacht besteden aan een aantal wat meer uitzonderlijke antenneontwerpen. Een van de redenen daarvoor is dat het gewoon interessant is. Maar daarnaast is zo'n brede blik op het onderwerp ook goed voor je totale begrip van antennes. Zoals ik ongetwijfeld in de eerdere series ook verteld heb, is een van mijn favoriete antennetypen de dipole, of meer precies een inverted V. Tegelijk heb ik een hekel aan antennes waar veel aanpasnetwerken in zitten, of waar sowieso aanpasnetwerken in zitten, of balloons, als je niet beschikt over de juiste meetapparatuur om te kunnen zien of die aanpasnetwerken wel voldoende weinig demping geven. Over het onderwerp antennes doen veel fabels de ronde. Voor een deel komt dat door bedweters in de amateurwereld die weliswaar de kok hebben horen fluiten, maar die niet weten waar de lepel hangt. Deze blaaskaken hebben het vooral voorzien op nieuwkomers die ze dan een aantal absolute waarheden vertellen, dingen die bij antenneontwerpen absoluut vast liggen. Maar in werkelijkheid ligt er niets vast. Dat er niets vast ligt komt omdat nagenoeg niemand op de ideale plek voor een antenne woont. En sowieso, de juiste plek of de juiste hoogte voor de ene band kan voor een andere band best wel eens juist niet optimaal zijn. Laat daarom ook goed duidelijk zijn, mijn voorkeur voor een inverted V of een dipole is een voorkeur van mij. Het is een voorkeur, het is geen absolute waarheid. Ik heb in het verleden wel eens ergens bij antennes mijn neus aangestoten en dat was in elk geval niet aan een dipole zonder aanpasnetwerk. Iemand anders kan andere ervaringen hebben. De blaaskaken onder de amateurs zijn overigens maar voor een deel verantwoordelijk voor de fabels. Andere fabels worden ingegeven door bedrijven. Een bekende fabel is bijvoorbeeld dat bedrijven bij het aanprijzen van hun dure korte golftransceivers voor thuis vaak de gevoeligheid als belangrijk verkoopargument gebruiken. Als je dure korte golftransceiver koopt en je hebt die grote gevoeligheid nodig, dan had je beter een goedkope transceiver kunnen kopen en een dure antenne. Een korte golftransceiver hoeft namelijk alleen maar gevoelig te zijn als je een slechte antenne gebruikt. En bij de hoge storingsniveaus die de meeste mensen tegenwoordig ervaren, heb je al helemaal niets aan die extra microvolts. Er komt nog bij dat extra gevoeligheid doorgaans ten koste gaat van de bestendigheid tegen sterke signalen. En dat laatste is iets waar je bij een ontvanger op de korte golf dus wel wat aan hebt. Niet te veel naar luisteren dus naar sterke meningen over antennes. Gewoon zelf proberen. De meeste van de ongeveer 15 antennes die ik heb, heb ik zelf gemaakt. De enige 2 antennes die ik gekocht heb zijn portofoonantennes en de antennes voor 2 meter en 70 centimeter van PI3XTV. Dat is bij die laatste omdat ik daar vanwege de toegestaande ERP-vermogen specificaties nodig heb van de antenneversterking en ik zelf niet de mogelijkheid heb om dat precies genoeg te bepalen. Als ik zelf een antenne maak, en met name als ik hem opstel, dan is dat een proces van experimenteren. Je kunt van tevoren niet inschatten wat een goede opstelplek is. Ja, een beetje kan dat wel, maar in ieder geval je zult het vaak mis hebben. En dus zul je een antenne wel eens zo neerzetten dat hij niet goed werkt. Meestal probeer ik zo dus ongeveer 3 tot 5 opstelplekken voor iedere antenne. En als ik het gevoel heb dat het niet optimaal werkt, dan probeer ik een ander antennetype. Regelmatig laat ik bij een nieuwe antenne de oude ook nog even staan om te kijken of het echt wel verschil maakt. Ik heb ook wel eens vaker dan 5 keer een alternatief gekozen, ook wel eens veel vaker. Bij zelfbouw werken in mijn ervaring de eenvoudigste antennes vaak het best. Dat is niet altijd zo, maar als het niet eenvoudig is, dan moet je heel goed weten wat je doet.
En eigenlijk ook hoe je kunt improviseren als er iets niet helemaal in orde is, of zoals je verwacht. Als je ergens een extra capaciteit introduceert bijvoorbeeld, door een afstand net anders te nemen dan in het ontwerp staat, op een plek waar die afstand wel degelijk belangrijk is, dan kan een antenne ineens heel waardeloos gaan werken. Ook bij het plaatsen van meerdere antennes bij elkaar in de buurt moet je goed weten wat je doet. De delen van antennes die hoogohmig zijn, die bevatten hoge spanning, die moeten niet te dicht bij geleiders of andere antennes geplaatst worden. Vaak valt het effect op het stralingsdiagram nog wel mee, maar een antenne kan bij een te kleine afstand wel uit de afstemming geraken of een andere impedantie krijgen, waardoor de SWR ineens heel waardeloos is. Dat experimenteren met antennes en variaties daarvan is niet alleen heel zinvol voor een optimaal resultaat, het is ook nog eens heel leuk. En dat is het maken van antennes sowieso leuk. Je kunt met heel weinig werk en relatief weinig kennis van zaken echt enorm leuke resultaten behalen. En veel geld hoeft het ook niet te kosten. Mijn enige twee antennes waarmee ik op de korte golf kan zenden, kosten minder dan 2 kwartjes per stuk. Vandaag een kort deel, deel 18 van de serie over amateurtelevisie. De serie over repeatertechniek. En we zijn ook bezig over amateurtelevisie. We keren nog even terug naar de techniek van de televisiesystemen. De kleurinformatie wordt op een tamelijk ingewikkelde manier uitgezonden. De reden hiervan is dat men wilde dat oude zwart-wit ontvangers bij een kleurensignaal gewoon zouden blijven werken. Om die reden wordt bij kleur om te beginnen gewoon een zwart-wit signaal uitgezonden. De kleur zit tamelijk hoog in frequentie. Bij het PAL-systeem is dat op 4,43 MHz. In die hoge frequenties zit bij het zwart-wit signaal het detail van het beeld. De informatie die wordt zodanig in fase gemoduleerd dat geen noemenswaardige storing bij zwart-wit veroorzaakt wordt. Kleur bestaat bij een ouderwetse kleurentelevisie uit 3 signalen met beeldinhoud, waar dat bij zwart-wit natuurlijk maar 1 signaal is. Er zijn dus 2 aanvullende signalen nodig die alle 2 op die 4,43 MHz worden gemoduleerd. We hebben in het frequentiedomein, als je dat bekijkt, dus nu het zwart-wit video met een synchronisatie. Dat loopt van 0 tot 5 MHz. Dat wordt in de ether een relatieve bandbreedte van 0 tot 5 MHz ten opzichte van de beelddraagholf. Zo wordt het uitgezonden in de restzijband waar we het de vorige keer over hadden. Boven de 5 MHz hebben we dan nog het geluid op 5,5 MHz. En dan hebben we in het bovenste gedeelte van de beeldinformatie met de synchronisatie een extra draaggolf met 2x kleureninformatie. Door een ingewikkeld matrixverhaal kun je met de zwart-wit informatie en de informatie uit de kleurendraaggolf met simpelweg optellen en aftrekken voor een kleuren-tv de 3 kleursignalen rood, groen en blauw destilleren, waarmee een kleuren-tv-signaal zijn beeld kan opbouwen. Het voert voor deze uitzending zonder schalbord erbij te ver om dat helemaal uit de doeken te doen. In het volgende deel beginnen we met hoe dat nou zit met die kleurvervorming van het Amerikaanse NTSC-systeem. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.